Epke Zonderland stuurt koeien de wei in, Daling prijzen suiker en tarwe en weidende jerseys 3 keer per dag gemolken. Dan beton. Het adres voor kavelpadplaten, sleufsilo's, megablokken en betonmortel. Op de eerste lentedag van het jaar opende turner Epke Zonderland de deuren van een koeienstal. Daardoor konden de koeien van boer Korrel uit Oudekerk aan de Amstel voor het eerst naar buiten dit jaar. De dag werd georganiseerd door Friesland Campina. Nou, ik mocht de staldeuren openen, zodat de koeien de eerste lentedag naar buiten konden. En er zaten wel een beetje twijfels, ik weet niet of het door de mensen kwam of door het weer, dat zou ook nog goed kunnen. Maar uiteindelijk gingen ze met veel springwerken het weiland in. Ja. De eerste paar stappen, eerst doe je de deuren open en dan was er weinig interesse. Ze stonden er wel allemaal al bij te kijken. Maar de eerste moest wel even over de drempel heen voordat de rest erachteraan kwam. Maar daarna ging het prima. Wat heb je met koeien en met de sector? Mijn familie, of in ieder geval van mijn vaders kant, dat is een boerenfamilie. Mijn opa die was boer en mijn oom heeft het overgenomen. En ook de opa van mijn vrouw die is boer geweest. Dus wat dat betreft zit ik wel middenin. Vanaf nu gaan ze elke dag naar buiten? Ja, de grote kans voor wel. De komende week is het ook redelijk goed weer. Dus dan gaan ze, ik begin altijd met enkele uurtjes. Dus 1-2 uur dat ze gewoon rustig aan in het gras lopen. Want zo heel veel gras staat er nog niet, maar dat gras dat gaat wel komen. De kampioen van Pessen. Zo mag de Goldwyn-dochter Veenhuizer Gold One zich noemen. De 5-jarige koe van de familie Uyneke uit de Drentse Dalen werd kampioen in de middenklasse en kreeg de prijs voor het beste uier op de FDV-show in Pessen. De jury was lovend over Gold One. Vanwege haar enorme balans. De koe die zit perfect in elkaar. Die heeft de juiste verhouding tussen melktype en kracht. De koe werd geprezen door een enorme fijne botkwaliteit, haar enorme fijne melkopdruk. En door haar bijzonder best aangehechte uier, zowel van voor als van achter. Dat waren toch wel de kwaliteiten waar ze voor werd geroemd door de jury. En ze is daarnaast ook een goede melkkoe. Ook de kinderen zijn nauw betrokken bij het familiebedrijf. De 19-jarige dochter Laura bracht Gold One in Pessen voor. Ik vind het leuk om te doen. Ook het werk ervan vooraf. En dan toch een prestatie dat je het goed doet. Dan wordt je werk toch ook beloond. Dat maakt ons extra trots. Ja, ze genieten ervan. En als het dan zo loopt, krijg je toch een kick van. En, daar zijn we wel trots op. De familie fokt koeien op exterieur en op productie. Gold One is een goede combinatie van beide. Gold One is niet een toevalstreffer, zeg maar. Er zitten echt 8 generaties excellente koeien voor. Gold One is nu de 3e kalf. Ze wordt voorspeld op ruim 13.000 liter met 44 vet en 53 heewit. Dus ook heel productief. ABN AMRO verwacht dat in de loop van dit jaar de marktprijzen voor tarwe en suiker dalen. De bank schrijft dit in de maandupdate grondstoffen. ABN AMRO denkt dat de prijzen voor granen dit jaar onder druk blijven staan. De oorzaak is vooral de grotere oogst dan eerder verwacht, waardoor wereldwijd de voorraden toenemen. De suikerprijs zal volgens ABN AMRO voorlopig vanwege de tegenvallende suikeroogst van 2016 op een hoog niveau blijven. Maar op de langere termijn verwacht de bank een daling van de suikerprijs met 10-20%. Ik ben de staart aan het toeperen, zodat er een extra mooi pluim achter klaar staat. De keuring van de beste melkkoeien van Midden-Nederland begon zaterdag met een heuse koeienwasstraat. De koeienshow werd georganiseerd door studenten van de Agrarische School Groenhorst-Barneveld en de vereniging Veehouderijbelangen Veluwe-IJsselstreek. Het gaat om de mooiste bouw, de beste uiers en de netste presentatie van het vee. De keuring is door VVB en door Groenhorst-Barneveld. Er zijn op dit moment 48 leerlingen die ook meedoen met hun eigen koe. En je ziet, het is geweldig. Ze worden nu gewassen en straks een keuring. En we maken er gewoon een fantastische dag van. In totaal doen ongeveer 180 dieren mee aan deze dag. Ook kleine kinderen met kalfjes. Dus deze dag is voor jong en oud. En dit zijn de beste koeien van Midden-Nederland? Ja, ik denk het wel. Ze doen daar niet voor niets mee. Boeren zijn trots op hun dieren en die willen dat ook graag laten zien. En leuk is, de leerlingen worden bij betrokken en zijn mede-organisatoren van deze dag. Bijna 50 leerlingen van het Groenhorst zijn een half jaar lang bezig geweest. Zo ook Reinie van Ittersum uit Mastenbroek. Ik ben derde geëindigd. En daar ben je tevreden mee? Ja, ben ik heel tevreden mee.
Wat is er zo leuk aan om met zo'n koe te lopen? Ik hou van dieren en van koeien vind ik hartstikke leuk. Je woont zelf ook op een boerderij? Ja, ik woon zelf ook op een boerderij. En jullie hebben koeien? We hebben koeien. Dus je bent dit gewend? Ja. Melkveehouder Bart Holtrop uit het Friese Rotsergaast wijdt sinds zaterdag 35 van zijn 120 Jersey koeien. Zijn streven is om de koeien elk jaar op de tweede zaterdag van maart naar buiten te doen. Holtrop melkt zijn dieren 3 keer per dag. Volgens Holtrop kalven zijn koeien allemaal in het voorjaar af en zijn ze hoog productief. Hij melkt ze in een mobiele melkstal. Het 3 keer melken is een proef. Hij is benieuwd wat het doet met de kwaliteit van de melk en de gezondheid van de eiers. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws kijk op onze website nieuweoogst.nu of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube. Dan Beton. Het adres voor kavelpadplaten, sleufsilo's, megablokken en betonmortel.